Goeiedag, Aart Bontekoning, organisatiepsycholoog en gepromoveerd op organisaties en generaties in organisaties. En wat, je hebt onderzoek naar gedaan, dus wat kun je kort zeggen waar dat onderzoek over ging? Ja, dat onderzoek ging eigenlijk over de vraag, zijn er verschillende generaties in een organisatie? Want ja, dat begin ik mee. En de tweede vraag is, als het antwoord ja is, wat betekent dat eigenlijk? Het antwoord op de eerste vraag was ja. Ik werk veel met video. Dat betekent dat ik in heel verschillende organisaties dezelfde generatie gefilmd heb. En die filmbeelden heb geanalyseerd met een klein team van wetenschappers. Om het neutraal te houden. En we constateerden dat we in heel verschillende generaties diezelfde generatie steeds hetzelfde zien doen. En dan heb je die generatiekenmerken te pakken. En we, omdat we dat bij verschillende generaties deden, zagen we ook hoe die kenmerken van elkaar verschillen. Maar de volgende vraag van, waarom verschilt dat dan zo eigenlijk? Nou, het antwoord is simpel en niet simpel. Eigenlijk met gezonde boerenverstand om te begrijpen. Iedere volgende generatie doet op een aantal vlakken zaken slimmer dan een vorige generatie, zou je kunnen zeggen. Het woord slim, dat pakt niet altijd goed, maar op het moment dat ik zeg van ja, een generatie ouders probeert zijn kinderen zo op te voeden dat ze beter en slimmer worden dan zichzelf, dat raakt vaak wel en dan slagen we in Nederland in, aantoonbaar. Dat betekent dat die iedere volgende generatie een soort nieuwe ontwikkelingen aanzet. Meest bijna voor de hand liggende ontwikkeling is die we allemaal wel zien, is het gebruik van sociale media. Als je vergelijkt hoe De generatie Y van nu die social media kan hanteren in het versnellen van de communicatie, zien we dat. We zien niet alleen, ik bedoel, wat evolutionair interessant is, dat ze veel sneller kunnen communiceren en ook veel sneller kennis kunnen delen, kunnen rondpoppen met elkaar. Dus dat heeft veel verstrekkende betekenis. Maar als je van de oudste naar de jongste kijkt en je ziet hoe het leiderschap zich ontwikkelt, zie je ook een ontwikkeling. Als je ziet hoe het samenwerken zich ontwikkelt, zie je ook een ontwikkeling. Dus iedere generatie geeft een zet aan de evolutie van hoe we samenwerken en organiseren. Ja. Dat vind ik interessant, ja. Want op het moment dat je kan laten zien wat dat is, dan kan je het ook bewuster ondersteunen. Ja. Terwijl wat ik rond 1993, 94, 95 zag plotseling, waarom weet ik nog steeds iets in organisaties, is dat er onbewust heel veel misging. Dat er een soort, dat een jonge generatie binnenkwam, toen de eerste lichting van de pragmatische generatie geboren in 1970 en 1985, die zag ik heel veel energie verliezen. Dat vond ik gek. Dus ik ben met ze gaan onderzoeken, hoe komt dat nou eigenlijk? Toen zag ik twee dingen. Als ze gedwongen werden om mee te draaien en voor de oude patroon gewoon in een project, verloren ze de energie op. En als ik ze hielp om dat patroon real-time te vernieuwen, en kregen ze de energie van. Dus op het moment dat een nieuwe generatie energie verliest, is dat een teken van, we worden gedwongen in een oud patroon en we willen daar iets nieuws op ontwikkelen. Een soort van symptomen, daar kun je op letten eigenlijk in een organisatie. Je kunt er bewust naar kijken. Met behulp van video kan ik een organisatie helpen om het bewust te zien en dus bewust te ondersteunen. Dus je zei net van, daar zit een verandering in hoe samenwerking verloopt, er zit een verandering in hoe men zich organiseert. Hoe het leiderschap zich ontwikkelt, leiderschap, communicatie ontwikkelt. Kun je er dieper op ingaan, op die onderwerpen? Hoe verandert samenwerking, hoe verandert dan die organisatie, hoe verandert het leiderschap? Ja, wat ik heb gezien in het van een leiderschap, bij de protestgeneratie, zag ik dat er één leider vaak zat in de groep, dat was vaak ook degene die inhoudelijk het beste was. En als je er niet was, dan liep het ook niet. Dus die hadden hem ook echt nodig, zou ik maar zeggen. En bij de volgende generatie, generatie X geboren in 1955 en 1970, zag je het leiderschap lang zo sterk niet aanwezig. Dus laten we zeggen, niet autoritair aanwezig, maar meer tevoorschijn komen op het moment dat het nodig was. En de ene keer, meestal was het een man, soms was het een vrouw. Dat was ook al een verschil, want het aantal vrouwen was het nam toe. Bij de pragmatische generatie, geboren in 1985, daar zag ik het wisselen. En jongens en meiden, dat maakte niet uit. Daar zag je echt gelijkwaardigheid tussen die partijen. En op het moment dat de een er even wat beter
blijkbaar voor geschikt was om het proces te sturen en deed de een het. En even later nam een ander het over. Dus als je een groep van 12 mensen had, dan waren er 3 of 4, soms 5, die het proces steeds bijstuurden. En bij de jongste generatie, generatie I, is het net alsof er helemaal geen leider is. Het is, en in mijn ogen, ik moest er heel erg aan wennen, zag het er ook heel chaotisch uit. Dat ik in de eerste keer dat ik ze zag samen, dacht ik van nou, dit wordt één grote bende. Oh lol, en grappen maken en de zaken niet helemaal serieus nemen. En, maar op het moment dat ik bleef kijken en van maar wat produceren ze nu eigenlijk, zag ik dus dat het veel sneller ging en veel creatiever. Ze gingen als het ware ook buiten mijn eigen grenzen opereren. En nou, dat is per definitie toen creatiever dan ik zelf ben. Dus ik kan hele creatieve oplossingen bedenken en ook opmerkingen maken over mijn methodiek die zo raak waren dat ik dacht van, ja, dus zo heb ik er nooit naar gekeken, maar dat klopt wat ze nu zeggen. Hoe kregen zij focus? Want zo'n leider die zorgt dan voor focus bijvoorbeeld en richting en misschien taakverdeling. Hoe gaat dat dan? Bij die laatste generatie zag ik dat ze heel erg op elkaar letten en dat die interactie met elkaar, dat stuurt de focus. En zo kwamen ze tot een lijst van de dingen waar zij waar ze de meeste energie voor krijgen. We opereren veel meer als een soort team. Ja. Maar het grappige is, als je nu kijkt hoe zij sociale media gebruiken, dan zie je ook dat ze heel veel contact hebben met elkaar. Het aantal momenten dat zij contact hebben met elkaar is vele malen groter dan in die vorige generaties. Dus dat contact hebben met elkaar stuurt ook het proces van die generatie, denk ik. En zo heb je een nieuwe organisatievorm eigenlijk dan? Zo ontwikkelt zich een nieuwe generatievorm, waarin als je naar de jongste generatie kijkt, dan gaat het er bijna nog meer om, maar nu interpreteer ik een beetje wat ik zie. Het lijkt er wel op als iemand daar een goed idee heeft of een goed initiatief, dat het daarom gaat. En daar gaan ze mee aan het werk. En degene die dan leidt is degene die de houder is van het idee of het initiatief. En wat ik ook zie is dat kunnen ze heel intens bezig zijn met een groep van 5 mensen. Ik heb nu een paar keer met ze samengewerkt. En dan kom je 2 weken later en dan zijn er 2 van de 5 zijn weg en er zitten 2 anderen zitten erbij. En ik heb 1 project gedaan van 6 maanden. En we waren gestart met een groep van 9. Van die groep van 9 waren er 2 over en de rest waren allemaal anderen. Daar moest ik heel erg aan wennen, maar ik dacht, ja, waarom ook niet? En dat is nu nog voor de, want welke, dat is de generatie? Generatie I, geboren in 1985 en 2000. Ja, want dat zijn ook mensen die al van school af zijn, neem ik aan. Die komen nu net de organisatie in als junior. Ja, want kun je op die manier ook een organisatie organiseren, is dan de volgende vraag. Nou, de meeste organisaties schrikken zich kapot. Ja. Want er komen dus hele andere mensen binnen, jonge mensen binnen, dan ze in huis hebben en dan ze gewend zijn. En die jonge mensen die knallen enorm tegen die bestaande cultuur aan. Ik heb jonge mensen die bijna fysiek de neiging krijgen om weg te lopen, omdat het zo verouderd is. Dat is soms voor hun erg schrikken. Wat hun bindt is vaak het vak. Als ze ingenieur willen worden of politieman. Dat houdt ze dan nog aan boord. Maar ze worstelen er wel enorm mee. Dus ik ben wel heel erg aan het zoeken naar van hoe kun je er oplossingen voor bieden. En daar, die heb ik wel in, denk ik, in een interessant gebied. Want het interessante samenlopen is op het moment dat zo'n nieuwe generatie junior binnenkomt, zit er een oude, zit leiderschap in die organisatie, in die cultuur. En die zitten dan vaak op de belangrijkste posities, maar het gaat gewoon om dat dan een heel ervaren generatie is die een grote invloed heeft op de cultuur. En ik heb die ouders gevraagd van die generatie, willen jullie de kenmerken van jullie kinderen benoemen? Nou, dat wist ik al wel. Maar het blijkt dat ze hun kinderen heel erg goed kennen. Veel beter dan de vorige generaties kinderen kent overigens. Dus binnen 2 minuten hebben ze het scherp van dat is, valt op bij onze kinderen. En die kennis kunnen ze toepassen op de vraag wat ze wel en niet moeten doen om die kinderen te ondersteunen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Wat ze wel en niet moeten doen. Dat duurt 3, 4, 5 minuten, dan zijn ze er ook aan. Maar als ik dat dan vraag of ze dat werkelijk doen in de praktijk, dan komt er enige aarzeling. Het is net alsof ze die kennis die ze hebben thuis, en zoals ze zich thuis dragen, die kinderen niet toepassen in de organisatie. En dan heb ik meestal nog een andere vraag, die gaat over de cultuur. Jullie kennen jullie kinderen niet alleen heel erg goed, maar ook de cultuur van het bedrijf kennen jullie heel erg goed. En dat herkennen ze ook wel.
willen jullie nu eens proberen wat je moet doen in die cultuur om die dichter bij jullie kinderen te brengen? Omdat de afstand nu heel erg groot is. Ik zou de vraag ook anders kunnen stellen hoor. Zou jullie cultuur eigen tijd kunnen maken? Alleen dat is een beetje te abstract. Dit is een hele concrete vraag. Dan lager raken ze van de leg. Het is net alsof ze niet gewend zijn om dat te doen. Maar als ik ze daar een beetje in steun en in help, daardoor in een kwartier weten ze precies wat ze in de cultuur moeten veranderen om dat dichter bij hun kinderen te brengen. Alleen hoe ze dat aan moeten pakken is dan wel een puzzel voor ze, maar dat is wel een ingang, een manier om vanuit die ouders ook stappen te zetten in de richting van die kinderen. Want die kinderen die kunnen hun directe werkomgeving wel direct veranderen, als ze een beetje steun krijgen, maar organisatie, cultuur veranderen, moet je niet aan die jongste generatie overlaten. Dat moet je eigenlijk met alle generaties doen, maar... Maar dit was een interessante waarneming. En ik kwam er eigenlijk op omdat die kinderen tegen mij zeiden van want ik heb nu 16 organisaties, de jongste generatie, onderzocht. En met hun gesproken over hun ouders. En die valt dan op, dan zeggen ze dan dat hun ouders raar doen in de organisatie. Dus ik dacht, wat is dat raar doen dan? Ja, dan gaan ze een beetje hiërarchisch doen en een beetje gesloten en een beetje formeel. Dus dan zijn ze thuis niet, nee, helemaal niet. Staan ze naast ons, steunen ze ons enzovoort. Dus ik heb ook aan die ouders gevraagd of ze zich misschien aanpassen aan een verouderde cultuur. En tot nu toe krijg ik daar ook wel erkenning op. Ze hebben zelf gezegd, we hebben ons aangepast aan de hiërarchie. Want eigenlijk zijn ze dus helemaal hiërarchisch. Nou ja, dus nu de vraag, kan je dat dan van je afschudden? Misschien wel, misschien niet. Ja. Maar is dat dan ook, als je dat doortrekt, is dat dan de organisatie van de toekomst? Niet hiërarchisch, informeel, opener, et cetera? Is dat... Of blijven die structuren bestaan en... Ja, die structuren gaan volgens mij compleet op zijn kop. Want nu voer ik een misschien een beetje vreemd perspectief in. Als je organisatie van de toekomst wil kennen, dan is het een mogelijkheid om thuis te kijken bij mensen wat er gebeurt in het gezin. En dan zie je gelijkwaardigheid. En dan zie je ook dat degene die ergens het beste van weet, de professional zeg maar, of het over vakantie gaat, maakt niet uit, of over social media, die krijgt dan de aandacht. Dus als ik dat spoor doortrek, dan verwacht ik, die trend zie je ook wel, dat de hoogopgeleide professional, en dan bedoel ik zowel slimme doener als slimme denker, want ook lager opgeleide zijn steeds beter opgeleid, zou ik maar zeggen. Dat die bovenaan komen te staan en dat al het andere wat er is daar ondersteunend aan is. En dat dat een manier is om Nederland zeg maar vakbekwamer te maken, slimmer te maken op allerlei terreinen. Ik verwacht dat dat gaat gebeuren. Mm-hmm. Het leiderschap is femininer aan het worden. En dat betekent dat er meer gelet wordt op de verbinding ook tussen allerlei verschillen die er zijn. Als je kijkt naar zeg maar, de grenzen van de organisatie, die zijn enorm aan het vervagen. De vorige generatie junior heeft al kennisnetwerken opgebouwd rond alle buiten het bedrijf, ook binnen de overheid ook. Hebben ze een vraag, die gooien ze ergens op internet, dan komt een antwoord, maakt niet uit waar vandaan. De jongste generatie gaat er nog verder in, want kan uit China komen of uit Canada, of maakt niet uit wat in de wereld, die maken gewoon meer gebruik van de kennis die er is. Dus ik denk dat organisaties geen grenzen meer kennen. Net zoals Europa, als het ook de grenzen verliest, er zal wel een soort ander gecoördineerd mechanisme worden. En ik denk dat het coördineerd mechanisme wordt van welke vraag moeten we oplossen met elkaar. Dat daar zich tijdelijk een groep omheen vormt. Die lossen dat op. En dan op weg naar het volgende vraagstuk met andere expertises. Zie je dat nu in het onderwijs ook al op die manier ontstaan? Hè? Nee, ik zie het. Ik bedoel niet zozeer een onderwijsinstelling, maar in hoe die ik zie jonge mensen dat zo doen. Onderling dat, ja. Ja, ik zie jonge mensen doen dat onderling zo. Maar organisaties kijken daar nog. Die hebben er niets over te zeggen, want ze doen het gewoon. Maar het gaat voorkomen over de grenzen van organisaties heen. En sommige organisaties gebruiken het. En sommige bedrijven ontstaan enorme discussies. Dat dit toch wel een manier is waarop bedrijfsgeheimen naar buiten komen. En dat het bewaakt moet worden. En dat de systemen
beperkt moeten worden enzovoort. Ja. Over dat, ik noem het altijd een beetje de netwerkorganisatie. Zijn dat terminologie? Wat voor terminologie gebruik jij voor een zo werkende organisatie? Nou, ik gebruik er voor mezelf een ander oriëntatiepunt bij een nieuwe generatie. Van waar krijgen zij de meeste werkenergie van? Ja. Want dan ga ik niet inhoudelijk nadenken van ben ik het daarmee eens of ben ik het niet mee eens. Dan kunnen ze ook over mijn grenzen heen gaan. Als ik zie dat ze ergens energie van krijgen, steun ik ze daarin. En wat eruit komt, heb ik zo'n vertrouwen in, want dat is de richting van hun ontwikkeling. Ik moet even iemand doen. Ja. Dat is fake. Hoi. Ja, dat is niet. Energie, had je het over? Ja, voor sommigen is dat misschien een soort abstract begrip. Maar wat ik heb gezien is dat als, het zie je bij individuen ook, als iemand, het begrip flow kennen we wel, er zit ook werkenergie in. Dus als je iemand steunt in zijn ontwikkeling en je ziet dat hij er energie van krijgt, kan ik het concreter zeggen? Als iemand energie krijgt of passie krijgt, is dat een teken dat hij in zijn eigen ontwikkeling zit. En waar het naartoe gaat, daar gaat hij over, ik niet. Dat weet ik dus niet. Mm-hmm. En dat is met een groep jonge mensen net zo. Dat als ze dingen aanpakken op een manier waar ze heel veel energie van krijgen, dan zitten ze in hun eigen zinnige ontwikkeling. En dat kan per definitie over mijn grenzen gaan, want als het binnen mijn grenzen is, dan verandert er dus niks. Dus ik vind het juist belangrijk dat ik voor mezelf ook ruimte laat om. En ik kan wel meekijken. Ik kan zelfs met al mijn ervaring zien van, oh wacht even. Maar met ervaring zie ik nog een andere mogelijkheid. Dit zou ik zo kunnen en zo kunnen. Oh ja, zeggen ze. Dan gaat het nog sneller. En dat vind ik een heerlijke manier van werken. Ja. Dus dan geef ik hun de volle ruimte om die eigen ontwikkeling door te maken. Dat kan in een projectaanpak zijn. Hè, dat ik merkte dat zo'n jonge groep. Op het moment dat ik zei van ja, nu moet het voorstel naar de top, dat ze ter plekke bij de energie helemaal wegliep. Dat ik zei, nou ik weet één ding zeker, zo moeten we het niet doen. Wel, hoe dan wel? Ja, dat weet ik ook nog niet, maar laat maar even kijken. En toen dacht ik even met ze mee, ik zeg, ja, maar wacht eens eventjes, jullie kunnen je idee op 3 slides zetten, met plaatjes en met woorden. Ja, dat kan. Ik zeg, oké, nou als we dat nou eens even presenteren aan mensen die een beslissing over moeten nemen. En dan gaan we niet vragen, vind je het goed? Ja. Dan vragen we maar één ding, reageer spontaan. Eens kijken wat ze ervan vinden. Oh, dat vonden ze wel gaaf. Ik zei, oké, dan doen we het zo. Maar ik dekte het wel af. Uit hunzelf zouden ze die mogelijkheid misschien niet gekregen hebben. Dus hebben we zo gedaan. En ze reageerden. En ze zeiden, toe maar, reageer maar. Nou, toen werd het stil. Hebben jullie niets meer? Nee. Oké, dankjewel. Dat is de lijn die we eruit halen. Ja, dat klopt. Zijn dus oké, dan gaan we verwerken. Nou, dat waren ze totaal niet gewend. En dan kwamen we 2 weken later terug. Hadden ze weer een meeting. En zeiden, nou, dit is het geworden. Kijk maar, dat hebben we. Ja, klopt. Nou, aangenomen. Ja. Scheelde 3 maanden.
in snelheid. Ja. Dus zo. Maar het is ook een beetje in plaats van dat je toestemming gaat vragen eigenlijk voor de panders meer, dat je ook probeert om ze deelgenoot te maken van... Het was in ieder geval een hele andere manier van mensen een beslissing laten nemen dan ze gewend zijn. Ja. Mijn voorspelling was, als we dit stuk allemaal vertalen in taal, een rapport van maken op een derde bladzijde, gaan ze er een middag over zitten vergaderen. Ja, en wat eruit komt is maar zeer de vraag. Dus... Want daar zit voor mij wel een deel van die uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat die persoonlijke energie van die medewerker, hoe sluit dat aan op organisatiedoelen? Hoe ga je die twee dingen met elkaar matchen? Dat vind ik interessant. Iedere keer, want dit was een voorbeeld, en dit heb ik al een tien keer gedaan. Iedere keer als ik dit zo aanpakte, kreeg niet alleen de jongeren er energie van. Die oude generaties kregen er energie van. Die zei ook van, dit is fris. Dat klopt ook. Het is een nieuwe manier van besluitvorming. Dus dat vind ik wel interessant. Ik zit natuurlijk maar minder in het zoeken daarvan hoe kan je die krachten van alle generaties beter benutten. Maar dat vind ik wel een heel interessant perspectief. Dat als ik dat doe, dat niet alleen de jongste energie moet krijgen, maar alle generaties energie. Ja. Maar ik kan nog iets toevoegen. Want ik praat nu alleen over jonge generaties, maar je hebt ook een nieuwe generatie senior die anders is dan de vorige. Een nieuwe generatie leiders die anders is dan de vorige. Dus het gaat niet alleen over jongeren, maar het gaat over oudere en jongere generaties. Allemaal nieuwe generaties die dingen nieuw doen. Die portretgeneratie, is de nieuwe generatie senior, staat totaal anders in het werk dan die vorige generatie. Die willen eigenlijk nog veel langer actief betrokken blijven. En die zeggen van ja, en ik wil op mijn passie werken, want ik moet zuinig omgaan met mijn energie. En die zeggen, ik wil flexibel werken. Dus ik zeg, dat heb ik eerder gehoord. Van wie dan? Ja, van de jongste. Dan moeten ze enorm lachen. En dat klopt ook. Dus dat is heel wonderlijk. Ik zie die ervaren mensen de precies dezelfde dingen zeggen als die jongere mensen. En dat mensen dat horen van elkaar, moeten ze er zelf erg om lachen. En is het ijs gebroken. Het is net alsof het dan bij elkaar komt. Ja. Als je nu nieuwe organisaties staan, ZZP'ers of die met elkaar gaan samenwerken, of kleine bedrijfjes, start-ups, die werken vaak wel op die manier. Hè? Dus bij het inrichten van nieuwe organisaties zie je toch vaak dat het op die manier dan ontstaat. Ja, je hebt hier op de hub zitten bijvoorbeeld. In Amsterdam heb je veel plekken waar jonge mensen bij elkaar komen. Ja. Ervaren mensen inmiddels ook trouwens hoor. Ja. Ja. Maar de grote uitdaging is natuurlijk van hoe zorg je ervoor dat je dat nou injecteert in bestaande organisaties. Dat is, en dat één manier noem je net, maar zijn er nog andere manieren? Nou, dat is nog heel erg voor die overgang. Er ontstaan allerlei nieuwe organisaties in heel Nederland, in Amsterdam, maar ook in de Twente en in Groningen enzovoort. Dus die nieuwe manieren die ontwikkelen zich al wel. Maar een heel lastig probleem is Philips en KPN en de overheid. Al die grote bedrijven die beginnen nu in de gaten te krijgen dat het wringt ergens. Dat iedereen heeft last van die verouderde cultuurtrekken. En hoe je dat oplost. Ik heb net een paar mogelijkheden geschetst. Dat is zoeken hoe je dat. Bij een groot bedrijf hebben we het overigens als volgt gedaan. Hebben we die verschillende generaties op video opgenomen. En met al die generaties naar die filmpjes gekeken. Hebben ze zelf laten schetsen van welke ontwikkelingen zien jullie. Hè, van generatie op generatie hier in jullie organisatie. Ontwikkelingen die eigenlijk zelf gestalte geven. Dat konden ze goed doen. En daarna hebben we met de managers van die mensen. En met ook de HR-afdelingen. Naar diezelfde filmpjes gekeken en gezegd, nou hier kan je zien wat al die generaties willen. Maar hoe kunnen jullie ze daar nou in ondersteunen? En daar konden zij ook antwoorden op vinden. En dat vergde wel van tevoren met het management een fix gesprek, een verkenning van, als jullie dit doen, dan geef je als het ware uit handen dat jij over de inhoud gaat van waar deze organisatie naartoe gaat. Want dat komt uit de mensen die hier werken zelf, niet op een democratische manier, maar een dynamische manier via die opvolgende generaties. Dus dan kan je niet zeggen halverwege van, oh maar we hadden er toch een ander idee over. Dikke kans dat je ideeën ook ziet binnen in die generaties, dat was ook zo. Maar daar waren ze zich terdege bewust. En ze zagen ook gewoon ter plekke na die bijeenkomsten, dat die mensen heel veel energie gaf. Niet alleen het gevoel, maar de werkelijkheid. Dat zij
sturing geven aan de ontwikkeling van een eigen organisatie. Uit het hart van de organisatie noemen ze dat letterlijk. Dus als we deze lijnen allemaal een beetje doortrekken naar de toekomst, ook de generatie I ook zijn plek heeft gevonden in die organisaties. Hoe werkt dan zo'n organisatie, denk je? Hoe werkt dan een overheid? Want ik kijk nu naar generaties. Ik heb ik net al gezegd dat er een omkering plaatsvindt. Dat de hoogopgeleide professional, dat kan een slimmer doener of een slimmer denker zijn, dat die ondersteund wordt in zijn vakgebied. In plaats van dat die geremd wordt zoals het nu vaak ervaren door het management. Dus top-down sturing, inhoudelijke top-down sturing, dat heeft gewoon zo lang zijn tijd gehad. Dat kantelpunt zit bij de pragmatische generatie, omdat die al hoger opgeleid was dan de vorige. En ook geleerd heeft op school en thuis om zelfstandig te werken, eigen beslissingen te nemen enzovoort. Ik denk dat dat proces zich in de organisatie door gaat zetten. Dus dat het management echt facilitair is aan. En dat betekent niet blindelings, nee. Dat zijn interactieve processen. Dus op het moment dat je als. Je hebt wel een regie over het proces, maar dat is heel anders dan bepalen waar het inhoudelijk naartoe gaat. En dat is een vak op zichzelf. Het is regie van een voorstelling met hele goede spelers. Ja, dan moet je wel een vakman zijn om die zo te voeren, zodat die spelers allemaal tot de recht komen. Ja. Ik denk dat dat de kunst wordt in de toekomst. Daar waar het slaagt, want ik zie al plekken waar dat gebeurt. Als je binnenkomt, voel je al dat de werkenergie hoog is. Voel je al dat die verandering daar gaande is. Bijvoorbeeld? Nou, bij een hogeschool in Tilburg zag ik dat. Het was ook de Academy for Creative Industries. Zijn ze wel bezig met die omkering. Dat was voelbaar als je binnenkomt. En waar het tegenovergestelde voelbaar is, ga ik niet zeggen waar het is, maar op verschillende plekken, ook bij grote overheidsorganisaties, het tegenovergestelde. Zullen de kijkertjes zelf wel kunnen invullen? Tegenovergestelde. Gewoon een doods, alsof het stilstaand water is. Ja. En niemand wil dat. Het is niet dat mensen dan in stilstaand water willen zijn en staan. Niemand wil dat, maar net alsof er niet het vermogen is om eruit te stappen. Of nog niet, want dat gaat wel. Maar bij grote bedrijven is nog veel werk te doen op dit vlak. En bij ons ook. Ja, grote bedrijven. De overheid vind ik ook een groot bedrijf. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.